Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling heeft gisteren de leden van de districtsraden van Brokopondo en Para beëdigd. De bewindsman benadrukte dat de vertegenwoordigers een zware en verantwoordelijke job op zich hebben genomen. Verder hebben de districtscommissarissen Frederik Finici van Brokopondo en Armand Jurel van Para ook de resortraadleden in hun respectieve districten beëdigd. Brokopondo telt 58 RR-leden en in Para zijn het er 53. Dikan hield de nieuwe DR-leden voor dat het belangrijk is om goed te communiceren met zowel de burgerij als met de Nationale Assemblée. De minister liet weten voorstander te zijn van het DR- en RR-systeem. De DR heeft het recht zaken aan te dragen en moet het district kennen, zei de minister. Na de beëdigingsceremonie heeft Dikan in het kader van de heersende COVID-19-pandemie de aanwezigen gevraagd om alle voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.